uitleggen hoe je het spiegelbeeld tekent van een punt. En we hebben voor de spiegel hebben we een punt staan en de vraag is hoe teken je het spiegelbeeld? Aan de achterkant van de spiegel komt geen licht. Voor de spiegel staat een punt. De spiegel heeft een spiegelbeeld en het spiegelbeeld komt achter de spiegel. Als eerste leg je je geodriehoek loodrecht op de spiegel van punt P. Loodrecht erop betekent deze lijn die door de 90 graden gaat, leg je op de spiegel. Precies zo dat het punt langs de lange kant van de geodriehoek zit. Hier het streepje van de 0, precies op de geodriehoek, en 90 graden ligt op de geodriehoek. Vervolgens ga je een stippenlijn tekenen en die stippenlijn die komt langs de lange kant van de geodriehoek. En die teken je net zo lang voor als achter de spiegel. En daarom zit de 0 ook in het midden van de spiegel. Hier zit hij op 3,5 centimeter en dan komt hij hier ook tot 3,5 centimeter. Nou, deze lijn noemen we de normaal. De normaal is een hulplijn loodrecht op de spiegel. Als die getekend is, kun je het punt ook tekenen. En heb je eigenlijk al voldaan aan de opdracht, dan is het nog wel netjes om even twee streepjes erin te zetten. Want die streepjes die geven aan dat beide kanten van de normaal even lang is. Een loodrecht hoekje, zodat je ziet dat de lijn loodrecht op de spiegel valt. Zo teken je dus het spiegelbeeld van een punt. Nog even netjes erbij zetten, punt P accent. En dan is die helemaal klaar. Ik hoop dat je het begrepen hebt. Tot de volgende keer.